Wierin Megu, de dove jongeman over wie de film Wierin the Movie gaat, krijgt de mogelijkheid om te studeren in Nederland. Dit is door tussenkomst van vicepresident Ashwin Adin mogelijk gemaakt. Ivan Tayapin, regisseur van de film, was daarom samen met Wierin en een delegatie op bezoek bij de VP. Het doel van het bezoek vandaag, we zijn gekomen om ondersteuning te krijgen voor het project Wierin en vooral ook voor Wierin zelf. Wierin, Megu, kennen we allemaal. En hij krijgt de kans om in het buitenland te studeren. Ik ben heel blij dat we de kans hebben gekregen om vandaag op bezoek te zijn bij de vicepresident. Omdat we dan ook gehoord worden wat de problematiek is van doven, wat ondervinden doven hier in Suriname. En dat er werd geluisterd, maar ook meteen werd geanticipeerd vanuit de vicepresident. Oké, hoe kunnen we dat oplossen? Heel positief. En ondersteuning, Wierin, die gaat naar Nederland. En hij gaat studeren en we krijgen daar ook volledige ondersteuning vanuit de overheid. Dat is prachtig. Daarnaast was ook het doel om ook de problematiek van doven te bespreken. En de vicepresident had daar ook echt een luisterend oor voor. De ondersteuning is gelukt. Wierin wordt financieel ondersteund door de regering, door de vicepresident. Verder krijgt het Sudo-B ook een ruimte. In het centrum. Jarenlang wilden ze hun eigen ruimte en dat verdienen de doven. Verder krijgen we ook ondersteuning op verdere ontwikkeling en educatie als het gaat om doven, dus die hun eigen gebarentaal willen vastleggen. Er komt een vervolgtraject en het is gewoon heel mooi dat dit vandaag is gestart hier. En we zijn de vicepresident zeker heel erg dankbaar dat hij ons deze kans heeft gegeven. Dank u wel, vicepresident, voor de ondersteuning aan de doven. Dank u wel, ook voor mensen met een beperking, maar ook voor de doven die de eerste ondersteuning van u krijgen, vicepresident. Wierin Megu en daarvoor Ivan Tayapin. Ze waren met een delegatie op bezoek bij vicepresident Ashwin Adin. Wierin wordt in de gelegenheid gesteld om als dove Surinaamse jongen in Nederland verder te studeren. Dit kan nu met ondersteuning van de vicepresident.